En uw gastvrouw van vandaag is Nienke de Larive Box. Hallo allemaal, dankjewel, dankjewel. Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe Waarom Daarom? Vragen die in één minuutje zijn op te lossen, uit te leggen of te beantwoorden. En wat is de vraag van vandaag? Ja, inderdaad. Waarom zien babydieren er altijd zo schattig uit? Oh, wat schattig. Ja, dat is toch echt het eerste wat in je opkomt als we katjes, kuikentjes, puppies, pandabeertjes, leeuwtjes, olifantjes en andere babydieren zien. Maar ja, wat maakt iets nou schattig? Dat heeft te maken met bepaalde kenmerken en vormen die bij baby, puppy en schattig horen. Hier, bijvoorbeeld een groot rond hoofd op een klein lichaampje. Of grote ogen die laag in het gezicht zitten. En wat dacht je van al die zachte, ronde vormen? Als we dat zien, ja, dan roepen we allemaal... Oh, en... Oh, oh. Maar ja, waarom vinden we dat nu allemaal zo schattig? Dat komt omdat je al deze eigenschappen terug kunt vinden in... de baby! Iedereen, overal ter wereld, vindt baby schattig. Dat zit er bij ons ingebakken. Ja, en dat is ook wel zo handig, want baby's... die kunnen niet voor zichzelf zorgen. En omdat ze er zo lief uitzien, doen wij dat graag. Striptekenaars die maken daar trouwens ook gebruik van. Stripfiguren die hebben allemaal een groot hoofd, klein lichaampje, ronde vormen en grote ogen. Ah, dat is wel schattig, hè? Maar wist je dat als wij baby's niet schattig hadden gevonden, dat de kans groot was dat de mens al lang was uitgestorven? Dus het feit dat wij onszelf ooit hebben aangeleerd baby's schattig te vinden, daardoor heeft onze soort het overleefd. Dat is toch bizar? Ja, en omdat babydieren dezelfde kenmerken hebben als mensenbaby's, vinden we babydieren ook super schattig en lief. Maar soms schiet het wel een beetje door, hoor. Maar ja, het blijft schattig. Nou ja, dat was hem weer. Tot de volgende Waarom Daarom.